Oké, okay, goed. Model maken hiervan lukt niet. Even vlug een teardown. Want wat heb ik gedaan? Zo. In essentie heb ik een oud 9 volt blok met twee geleiders voor mijn elastiek. Twee grote van deze wielen. Dit zijn stukken van 8 lang die ik hier vast heb. Dit zijn kleine wielen uit een oude Lego set. Even kijken. Ik kan er niet makkelijk uithalen, maar als je ze naast elkaar zet, dan past er precies nog een pin tussen weer met zo'n geleider erop. Aan de ene kant heb ik twee grote tandwielen, één kleine tandwiel. Dat is zodat de wielen dezelfde kant op draaien aan de binnenkant. Hier bovenop. Zo. Deze zijn 6 lang. Op elke hoek iets om mee vast te zetten. En een van 8 lange pin. Hier zit een. Ja, vroeger waren het radiatoren voor kleine auto's op. En een 3 blokjes aan de zijkant erop geduwd. Om een treinwiel klem te kunnen zetten. Dus die zit er zo bovenop. Die kan ik er makkelijk afhalen. De motor zit hier aan de zijkant. Deze is dan 8. 12 lang die hier overheen hangt. 2 van 8 lang eronder. Plaatje eronder. Zo. Ik gebruik nu elastiek. Want ik heb geen. Ik kon geen tandwielen vinden die deze afstand konden overbruggen. Kom hier. Zo. Zit het een beetje op zijn plek. En als onderbouw heb ik 2 van 8 aan elkaar gemaakt. Zodat ze. Even kijken, waar zaten die? Volgens mij heb ik hem verkeerd om nu. Zo. 2 van 8 aan elkaar gemaakt die hier zitten. Oh, andersom. Ik heb hier nog wel een pinneke. Even kijken of die eruit wil. Zo. Soms hebben wielen een punt eraan zitten, soms niet. En deze kan ik hier aan de binnenkant steken. Zodat een wiel beter klem zit. De wielen in het filmpje van eerder vandaag hadden dat niet. Die hadden wel een punt, dus daar zat dit wel in. Later heb ik nog wielen gedaan. Zegt goed, nee, de wielen van het filmpje hadden geen punt. Dus daar heb ik dit ding in gedaan. Later heb ik nog wielen gedaan met wel een punt. Als je dit op 9 volt draait, ga je zien dat hij vrij redelijk snel vastloopt. Dus ik heb een 12 volt adapter en een vermogensregelaar. Niet echt nodig. Maar ik was een beetje het vermogen aan het zoeken wat hiervoor goed werkt. Ik wilde niet meteen mijn adapter opblazen. En ik had een kapotte kabel die ik hiervan opgemaakt heb, opgesoldeerd of opgeschroefd. Maakt verder niet zo heel veel uit welke kant je het opdraait. Nou, de werking staat al op een ander filmpje. Dus tot zover. Nu hoop ik dat ik op de opnameknop gedrukt heb. Het zal niet voor het eerst zijn.